Meer dan 100 mensen hebben zaterdagavond meegelopen in de stille tocht ter nagedachtenis aan Orlando Boldewijn. De tocht werd gehouden in de Haagse wijk Ypenburg, waar de 17-jarige Rotterdammer deze winter om het leven kwam. In verband met de dood van Orlando is een 27-jarige man opgepakt. Deze man, met wie hij had afgesproken via de homo-dating-app Grindr, is inmiddels weer vrij, maar blijft verdachte. Justitie doet nog geen mededelingen over wat de jongen precies is overkomen.